Wouter is 19 jaar en heeft autisme. En hij wil niets liever dan zijn hele leven in het theater staan. Wat doe je dan als wijkteam met zo'n droom? Ik hou heel veel van theater en ik hou heel veel van het podium. En ik zou in ieder geval, mijn droom is eigenlijk om dat ik dat gewoon de rest van mijn leven zou kunnen doen. Nou, straks meer over de droom van Wouter. Wijkteams is het thema van vanavond. Want anderhalf jaar geleden werd de zorg verlegd naar de gemeente. En die organiseerde dat in wijkteams. Nou, dat zijn er inmiddels meer dan 600. Die wijkteams die kregen als opdracht mee om burgerkrachten te mobiliseren. En verbindingen te leggen met projecten in een dorp of in de stad. Gebruik te maken van netwerken, familienetwerk bijvoorbeeld. Nou, hoe staat het daarmee? We hebben veel video vanavond en we hebben natuurlijk ook een gast. En dat is Matt van der Rijden, psychiater. Welkom. Dank je. Wat doe je precies? Ik ben kinder- en jeugdpsychiater en ik werk bij het Dr. Leo Kannerhuis. Wij zijn een psychiatrische top-GGZ-instelling. En wij behandelen alleen maar kinderen en volwassenen met autisme. En ik behandel vooral jongeren. En daarnaast ben ik geneesheer directeur van het Dr. Leo Kannerhuis. Oké. Okay. Nou, we gaan straks nog wat meer de diepte prima in over het Leo Kannerhuis. Ja. Maar ik wil even u attent maken op de chatbox op onze pagina. Als u linksonder in beeld kijkt, dan ziet u een rode tab. En als u op die tab klikt, dan ontvouwt zich een chatbox. Nou, daar kunt u vragen instellen, daar kunt u opmerkingen in kwijt. En die hebben we ook graag. Redactie hier leest ze uit en we kunnen ze dan aan tafel bespreken en antwoord geven. Dus schroom niet en reageer via onze chat. Maar we gaan beginnen met een video. We gaan naar Westervoort, het wijkteam daar. Want dat noemt zich het Goed voor Elkaar team. Dat zit niet in het gemeentehuis, maar dat opereert vanuit het cultuurhuis. Nou, de ambitie van ons team is om mensen zo goed mogelijk te helpen en te zorgen dat de oplossingen die we met elkaar afspreken ook lange tijd leiden tot de verbetering van de situatie. Meestal is het zo dat we dan een combinatie hebben van hulp vanuit buren, familie of vrijwilligers, samen met bijvoorbeeld professionele hulp. Professionele hulp is dan begeleider bijvoorbeeld van een zorginstelling. Die combinatie maakt het eigenlijk juist sterk. Wij zijn als wijkteam echt een spin in het web in het dorp. Wij hebben de contacten. Wij kunnen dus zorgen dat inwoners in contact komen met vrijwilligers en met de organisaties die allerlei activiteiten organiseren die ook rechtstreeks toegankelijk zijn. Dus waar geen indicatie dan voor nodig is. Het mooie daarvan is eigenlijk dat je dan onderdeel gaat uitmaken van de samenleving. In plaats van op een apart groepje met allemaal lotgenoten alleen maar activiteiten te ondernemen. Ons team werkt ook vanuit een cultuurhuis, dus vanuit een dorpshuis. En wij kunnen hier de contacten leggen. Mensen weten ons makkelijk te vinden. En dat maakt het extra, dat we iets extra's kunnen bieden ten opzichte van hoe het eerst geregeld was. Ja, we hebben in Westervoort diverse maatjesprojecten. Een maatje is een vrijwilliger die meegaat, bijvoorbeeld naar de bioscoop of een wandeling maken of samen fietsen. Maar het kan ook naar een activiteit. Bijvoorbeeld we hebben diverse ontmoetingslocaties waar je koffie kunt drinken, waar je dus mensen kunt ontmoeten. We hebben in het afgelopen jaar gemerkt vanuit het team dat er vaak vragen zijn van mensen met autisme die zich eenzaam voelen, die graag meer sociale contacten hebben. Daar hebben we samen met onze communitywerker die in het team zit gekeken wat we daarvoor kunnen organiseren in samenwerking met organisaties, vrijwilligersorganisaties onder andere in Westervoort. En dat heeft ertoe geleid dat we nu bezig zijn met het opzetten van een autismecafé. In samenwerking ook met het jongerencentrum, specifiek ook voor jongeren met autisme. Om elkaar gewoon gezellig te ontmoeten en leuke activiteiten te ondernemen. Ja, zorg dicht bij huis. Mensen betrekken bij projecten in het dorp. Is dit de zorg die mensen met autisme nodig hebben? Nou, ik maak altijd een beetje onderscheid als we het hebben over zorg tussen behandeling. Ik zit heel erg aan de kant van de behandeling. Ik denk veel van de dingen die we vandaag gaan zien gaan wat meer over
begeleiding, zoals we dat noemen. Maar dat is een soort kunstmatig onderscheid, want daar zit ook een heel grijs gebied tussen. En ik denk zeker dat als je praat in termen van begeleiding, dat dit een manier is die mensen met autisme kan helpen. Want het is dicht bij huis, de drempels zijn laag, de mensen zijn vertrouwd. Maar er zullen ook zeker mensen met autisme zijn die dat juist vervelend vinden. Dat mensen in jouw dorp, bij wijze van spreken, heel veel van jou weten. Maar in principe denk ik dat het heel fijn kan zijn voor mensen met autisme. Ja. Ja. Ja, er zijn mensen die het als een vorm van kritiek zien. Hè? Die zeggen van, nou ja, die zorg dat is voor ons een vorm van bezuiniging. Ja. Is het dat alleen of is het meer? Nee, ik denk, er zitten ook zeker positieve aspecten aan. Zeker voor bepaalde mensen. En voor een deel is de kritiek denk ik ook wel terecht dat het een bezuiniging is. En zeker als je, laten we zeggen, zorg dicht bij huis of laagdrempelige zorg inzet. Zonder dat je onderscheid maakt bijvoorbeeld in of mensen dat wel aankunnen. Of dat de problematiek het wel toelaat dat je op die manier zorg biedt. Ja, dan kan het ook wel zeker wel een bezuiniging zijn. Hmm. Ja. En nog even over burgerkracht. Hè. Is burgerkracht dan de oplossing? Dat kan, mits men voldoende kennis heeft van de problematiek waarmee men iemand probeert te helpen. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Maar kennis is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Dat klopt. Een heel domein. Nou, ik denk, kijk, als het gaat over begeleiding, is het alvast heel erg belangrijk dat je weet wat autisme ongeveer is. En dat je ook weet dat je goed naar iemand met autisme moet kijken om te ontdekken hoe je met iemand kan communiceren. En daar kan je ook fouten in maken. Ja. Ja, we gaan er straks nog even wat dieper op in. Nog even naar die informele zorg, hè, die burgerkracht, zoals het overal heet. Kan dat ook overschat worden, de waarde daarvan? Ja, nou kijk, ik denk vooral dat je je grenzen goed moet kennen. En ik kan me voorstellen dat je, hè, want we hebben nu een voorbeeld gezien van een team waar het enthousiasme je tegemoet spat. En ik kan me ook voorstellen dat je daar overmoedig kan worden en het gevoel kan krijgen, wij kunnen alles wel aan. En ik denk, net als in mijn vak, dat je grenzen kennen en op dat moment zeggen, ik heb iets of iemand anders nodig, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Ja. Ja. Nou, we gaan weer even kijken naar een mooi voorbeeld, een video over Wouter. U heeft al met hem kennis gemaakt. Hij is 19 jaar, heeft autisme en wil niets liever dan carrière maken in het theater. Hallo, ik ben Wouter van der Waterbeemt. Ik ben 19 jaar en ik woon nu nog bij mijn ouders, maar ik ben inmiddels op zoek naar een huis. Voor alleen mijzelf. Wij zijn naar het wijkteam gestapt omdat we het belangrijk vonden dat het verzelfstandigingsproces van Wouter op gang zou komen. Ook een beetje los van ons. Mijn ouders kwamen dus inderdaad bij het wijkteam met dan de vraag van inderdaad. Want mijn wens was om eigenlijk zelfstandig te kunnen wonen. En toen ben ik dus aan Hermien gekoppeld en daar werken wij nu aan om een huis te vinden. En überhaupt om inderdaad zelfstandig te wonen. En we zijn aan de slag gegaan toen met het maken van een toekomstplan. Dat is een heel visueel plan die we op een grote flap op de muur maken met tekeningen erbij. Ik hou heel veel van theater en ik hou heel veel van het podium. En ik zou in ieder geval, mijn droom is eigenlijk om dat ik dat gewoon de rest van mijn leven zou kunnen doen. Dat is echt waar ik goed in ben, wat mij gelukkig maakt en waar mijn talenten liggen. Kleine stapjes, stap voor stap, niet te groot. Van het ene steentje op het andere steentje, zeg ik, om vervolgens bij die grote steen te komen. Ik ben Wouter en ik ben autist. Autisme spectrum stoornis, oftewel ASS, oftewel S. Ik was wel inderdaad een van de eerste personen die naast zijn ouders het opviel dat hij dat spel hem wel lag, hè, dat theater maken hem wel lag. En ik heb gezegd, nee, laten we gewoon aan de slag gaan, laten we gewoon iets gaan maken. En dat zijn we gaan doen. Renske ken ik dus van een aantal jaar terug. Toen deed ik een musical cursus. Dat is het eerste wat ik ooit met theater of iets heb gedaan. En Renske liep daar stage. En Renske, je zou kunnen zeggen dat Renske me eigenlijk heeft ontdekt. Toen het
het gezin, zeg maar, de ouders van Wouter zich aanmelden bij het sociaal wijkteam. Toen ben ik automatisch meegegaan in een keukentafelgesprek om te kijken wat mijn rol zou kunnen zijn in het begeleiden van Wouter en zijn ouders. Toen kwamen mijn ouders dus toch naar Renske van, goh, wat moeten we met het kind? Want hij heeft wel heel veel talent, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat kunnen stimuleren. En daar wist Renske natuurlijk wel raad mee. Sociaal onvaardig? Dus nou ja, ik moest daar ook gewoon heen. En SOFA-training staat voor dus sociale vaardigheidstraining. En nou, wat je dus krijgt op de SOFA-training is, nou, je krijgt ten eerste zo'n dik boek. En daarin staan alle sociale situaties waar je mogelijkerwijs in kunt bevinden. Ik zie dat hij zich echt ontwikkeld heeft op weg naar zelfstandigheid. Sociale vaardigheden, samen met een ander cliënt die dezelfde hulpvraag hebben, dat een hele goede klik is. En zich allebei hebben aangesloten bij een wijkring. En een wijkring is dat mensen met elkaar in een wijk wonen en de talenten optimaal benutten om elkaar te helpen, zodat straks de ambulante begeleiding niet meer nodig is. Dus dan ben ik overbodig geworden. Zoals hij met Hermien aan het werk is, dan merk je dat er al veel meer in ontwikkeling is dan wij soms zien. Daar zijn we heel blij mee. Dus we zien hem groeien. Sinds het programma staat en we regelmatig optreden, is dat Wouter echt heel erg vooruit is gegaan in zijn theatervaardigheden. Dus de manier waarop hij voor een publiek staat, maar ook bijvoorbeeld het nagesprek heeft met het publiek, hoe goed hij kan vertellen over zichzelf en zich kan inleven in hoe het publiek het ervaren heeft, dat is echt fantastisch om te zien. Het is keer op keer een enorme succeservaring, nou ja, voor ons allebei eigenlijk. Ze zijn niet goed met relaties, hebben moeite met contact, snappen niet altijd de codes, worden niet graag vastgepakt, zitten nooit in de verpleging voor de klas of op toneel. Ja, nou, ouders die kloppen aan bij het wijkteam. Je kunt het wijkteam zien als een soort regisseur. Renske wordt erbij gehaald voor de theatervaardigheden. En Hermien, ik moet even op het plaatje kijken, die pakt andere vaardigheden op. Is dit nou het model? Is dit een goed model voor zorg? Nee, op zich. Voor ondersteuning, ja. Nou, ik denk op zich dat dit een goed model kan zijn. Misschien wel even goed om bij het filmpje uit te leggen. Hè? Want zeker mensen die het autisme niet zo goed kennen, die kunnen natuurlijk, ja, die zien eigenlijk ook niets aan Wouter. En het is denk ik, en die kunnen misschien dan ook het gevoel hebben van, goh, geeft de gemeente nou zomaar geld voor een individuele begeleiding richting een toneelcarrière? En is dat voor iedereen weggelegd? Goed om te bedenken, hè, dat Wouter inderdaad autisme heeft. En daardoor echt onoverkomelijke problemen heeft. Zoals zijn vader ook in het begin bijvoorbeeld vertelt. Hè, in het verkrijgen van bepaalde vaardigheden om zelfstandig te leven. Of om bijvoorbeeld op een mainstream manier die opleiding te voltooien. Ja. Dus dat, en dan kan dit natuurlijk inderdaad echt een hele goede manier zijn. Het is inderdaad wel goed dat je dat aansnijdt. Hè. Dat is een valkuil. Autisme zie je eigenlijk niet aan de buitenkant. Hè? Nee. Dus hoe herken je dat dan? Ja. Nou, van Wouter weten we toevallig dat hij, als het gaat om plannen en organiseren, is de ramp. Ja. Dan moet hij echt in ondersteund worden. Ja. Dus het is maar zelfs de vraag of hij zelfstandig kan wonen. Mm-hmm. Daar wordt niet aan gewerkt. Maar zo in dat filmpje denk je van, jongen, hè? Ja, zeker. Die gaan we helpen. Ja. Daar zetten we wat vrijwilligers bij. Ja, zeker. Is dat een valkuil? Nou, dat weet ik niet. Ik denk, belangrijk is dat je ook ziet aan de mensen die hem helpen, hè, dat die volgens mij wel goed doorhebben waar hij hulp bij kan gebruiken. En ik denk, zolang je dat in de gaten houdt en verder ook in de gaten houdt, hoe het met hem gaat en of het hem allemaal lukt en of hij niet te veel stress ervaart bij wat je hem aanbiedt. Ja. Volgens mij doe je het dan goed. Ja. Dan wil ik toch nog eigenlijk over iets anders nog even in discussie. Want wat je merkt bij Wouter, ik ben bij hem op bezoek geweest, is dat die jongen ongelooflijk gemotiveerd is. Omdat er nu aan zijn theatercarrière wordt gewerkt, wil hij echt alles doen om te leren. Ja. Die motivatie die ontleent hij aan die ambitie om in het theater te mogen. Ja. En dan zie je dat hij ineens sprongen vooruit maakt. Ja. Wordt er wel voldoende aangesloten in de praktijk bij dit soort motivaties? Echt intrinsieke motivaties? Nou, ik denk dat dat nog onvoldoende gebeurt, ja. Ik denk dat, ik ben natuurlijk ook een dokter. En dokters hebben ook de neiging om te kijken vaak naar wat er niet goed gaat. De mededeling dat je sommige dingen niet goed doet, dat is natuurlijk weinig motiverend. En heel vaak
zeggen mensen om iemand met autisme heen van jouw droom is niet realistisch. Hè? Dat ga je nooit redden. Ja. Nou, ik denk dat wat Wouter hier gaande houdt, is juist het feit dat mensen om hem heen zeggen van nou, we gaan daar stappen in zetten en we gaan dat onderzoeken. Ja. En ik kan me inderdaad voorstellen, hè, bij mensen met autisme, het is natuurlijk een beetje korter de bocht, maar bij veel mensen met autisme, hè, die gaan vaak voor bepaalde zaken. Die vinden ze heel erg motiverend, heel erg belangrijk. Ja, en dat werkt natuurlijk heel erg goed als je aan de ene kant kan zeggen van we gaan eraan werken en aan de andere kant kan zeggen van oké, wat kan je nou in je autisme nog leren om nog verder te komen in die ambitie? Ja. Ik denk dat die combinatie fantastisch werkt. Ja. Ja, en het voordeel van informele zorg of burgerkracht kan zijn dat je iemand vindt die juist op dat onderdeel of dat onderwerp ongelooflijk kan ondersteunen, omdat hij er zelf ook heel erg enthousiast over is. Ja, zeker. Dat is natuurlijk, dat zie je dus hier bij dit voorbeeld heel mooi. Maar ja, we kregen los daarvan, we kregen andere opmerkingen ook binnen, ook via onze social media. En een van de reacties die toch wel regelmatig voorbij komt, is dat er een gebrek aan kennis wordt gezien. Althans, dat vindt men, hè? Een gebrek aan kennis over autisme. Ja. Nou, wij gingen in ieder geval met die vraag langs bij het team in Arnhem-Noord, en vroegen hoeveel kennis over autisme daar aanwezig is. Ja, autisme komt geregeld voor. Dus inwoners met autisme, ook zij stellen regelmatig vragen aan het wijkteam. En we proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen door specialisten die we in het team aan het werk hebben. In het wijkteam is opgebouwd uit specialisten vanuit verschillende zorginstellingen in Arnhem. En specialisten die aanwezig zijn in het wijkteam op het gebied van autisme, die proberen we zoveel mogelijk de vragen die gesteld worden door inwoners met autisme te laten beantwoorden. Dat is bijvoorbeeld heel concreet over, een voorbeeld laten we diegene Bart noemen. Bart zit in de Wajong en heeft een werkervaringsplek in Nijmegen. Gaat daar niet meer heen inmiddels. Het reizen met de trein en de bus is een te grote drempel om dit vol te houden voor deze jongen. De coach heeft, omdat ze zo wijkgericht werken, gezocht samen met deze inwoner naar een plek, de jongen wil graag met zijn handen werken, naar een timmerbedrijf in dezelfde wijk. En deze jongen lukt het nu om met deze timmerman, die zegt, ja, ik zie dat ook zitten, om deze jongen als het ware te begeleiden en te helpen om met zijn handen steeds meer zelfs te verzelfstandigen. Want zijn uiteindelijke doel is het vinden van een eigen betaalde baan. En zo dus uit de Wajong te komen. In het wijkteam werken specialisten die ervoor gekozen hebben om generalistisch te werken. Dus dat betekent dat wij in de wijkteams mensen hebben die voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van het werken met autisme. Maar op het moment dat we merken dat voor wijkcoaches dat het een complexe casus is, dan schromen we niet om daar in een vroeg stadium al direct de specialisten bij te trekken. Die specialist zijn op het gebied van mensen echt begeleiden en behandelen op het gebied van autisme. Ja, we hebben het over eigenlijk kennis over autisme. Het blijkt ook in deze film. We hadden het daarvoor dat filmpje ook al over. Maar welke kennis heb je nou eigenlijk nodig op het niveau van een wijkteam bijvoorbeeld over autisme, om daar toch mee te kunnen werken? Nou, ik denk dat je op zich wel veel kennis nodig hebt, omdat autisme best wel een ingewikkelde diagnose is. En ik denk belangrijke kennis is natuurlijk gewoon van, nou, wat zijn de belangrijkste symptomen? Waar kan ik het aan herkennen? Vaak moet je ook nog wel een laag dieper gaan, hè, want mensen met autisme hebben moeite met bepaalde dingen. Jij noemde net plannen en organiseren. Nou, het is heel goed om dat te kunnen herkennen. Mm-hmm. Hè, wat zijn nou de levensgebieden waar mensen met autisme moeite mee hebben en wat zijn dan daarin precies hun problemen? En daarnaast is denk ik altijd belangrijk om op zoek te gaan naar hoe communiceer ik nou het beste met iemand met autisme. En dat verschilt per persoon. En dat is dan soms ook ingewikkeld voor wijkteams. Hè, dat wat voor de eerste persoon met autisme werkt, voor de tweede bijvoorbeeld niet kan werken. Ja. En dat maakt het ingewikkeld. Zeker omdat je het niet onmiddellijk aan het uiterlijk ziet. En natuurlijk op het moment dat je bijvoorbeeld een keukentafelgesprek houdt, ja, dan wil iemand zich natuurlijk ook goed voordoen. Ja. Dus dan kan je al snel het idee hebben van, nou, dat is iemand die het eigenlijk best wel goed rooit, met wie het eigenlijk best wel goed gaat, die waarschijnlijk ook niet zo heel veel begeleiding nodig zal hebben. Ja. Dus dit is het pakketje wat we je aanbieden. En dat kan dan soms bijvoorbeeld te weinig zijn. Ja. Nee, ik hoorde toevallig vorige week van een jongen die gymnasium doet, hoogbegaafd misschien wel.
zeer verbaal begaafd. Ja. Dus dan merk je niks aan tafel. Ja. Maar als je hem vraagt de schoenen te strikken, dan komt hij daar niet uit. Precies. Ja. Die discrepantie. En die is soms heel ingewikkeld voor mensen om zich te realiseren dat die discrepantie er kan zijn in één persoon. Ja, dat merk je niet in een gesprek. Nee. Dat merk je niet in een gesprek. Zeker niet als iemand inderdaad heel intelligent is, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En blijft toch lastig om af te palen. Hè? Om te zeggen van, nou ja, zoveel kennis heb je nodig. En, ja. En daarboven moet het doorgeschoven worden. Ik verwijs even naar een onderzoekje wat er is geweest van Filans. En dat is onlangs uitgebracht. En daarin wordt ook wel gewaarschuwd dat autisme niet tijdig genoeg wordt herkend. Althans, die hebben onderzoek gedaan onder 40 wijkteams. En dat deze mensen, bij wie dat niet herkend wordt, juist daarom zorg krijgen meestal wel. Ja. Kan je daar iets mee voorstellen? Ja, nou ja, kijk, we hebben net natuurlijk een aantal filmpjes gezien waar je enthousiast van wordt, omdat je het idee hebt van daar, in die gemeente weet men iets van autisme. Ik denk dat het heel verschillend kan zijn. Hè. Dat is eigenlijk iets wat niet zou moeten, maar dat het per gemeente heel erg kan verschillen hoe prettig het is als je daar geholpen wordt en hoeveel kennis daar aanwezig is over autisme. Kijk, en ik denk dat als je gezinnen wilt helpen en je kijkt te weinig naar het individu, en autisme komt vaak ook nog wel eens voor bij meerdere gezinsleden, ja, dan kunnen er ook gelijk vanaf het begin dingen misgaan, hè, als je het miskent. Mm. Hè, dan kan je bijvoorbeeld al heel snel merken van, ik doe allerlei interventies, ik geef allerlei adviezen die niet werken. En heel vaak hebben mensen dan het idee van, ja, maar hè, iemand is te lui om die uit te voeren, terwijl het bijvoorbeeld om zo'n planning- en organisatieprobleem kan gaan. He, dus het is belangrijk om tijdig in ieder geval het idee te hebben van, nou, we hebben hier of één gezinslid of meerdere gezinsleden, bij wie bijvoorbeeld de communicatie en de manier van helpen die wij gewoon zijn, toch onvoldoende aanslaat. En wat zou hier nou aan de hand kunnen zijn? Ja. Daar moet je niet te lang mee wachten. Nee. En het wil niet zeggen dat er met die persoon waarmee het niet loopt, dat dat dan per definitie iemand is met autisme of iemand met een ernstig psychiatrisch probleem. Er kunnen ook allerlei andere dingen aan de hand zijn. Maar dat tijdig signaleren, ja, dat voorkomt ook veel frustratie bij jezelf als begeleider, maar zeker ook bij zo'n gezin. Ja. Het is misschien al een keer gezegd of meerdere keren gezegd. In die wijkteams zitten verschillende mensen met deskundigheid, verschillende specialismen. En daar zitten ook heel veel, mensen van mee in. Ik las een onderzoek vorige week dat 80% van alle wijkteams in Nederland, daar zit ook een medewerker van mee in. Nou, we gaan even kijken naar een video die we hebben gemaakt, want we zijn bij mee op bezoek gegaan met de vraag, wat is dan precies de expertise? Nou, mee betekent een heleboel voor wijkteams. En als ik mee zeg, dan bedoel ik natuurlijk de medewerkers die bij meewerken, die betekenen een heleboel voor wijkteams. 85% van onze medewerkers functioneert in een sociaal wijkteam. Dat betekent dat zij daar de burgers helpen die daar met allerlei vragen komen. Daarnaast hebben we een expertisecentrum. 15% van de medewerkers van mee werkt daar. En daar zitten echte specialisten. En zij helpen de mensen in de wijkteams die daar werken als zij vragen hebben. En dat kan onder andere zijn op het gebied van autisme. Dus als een werker in een sociaal team informatie nodig heeft over bijvoorbeeld de sociale kaart op dat gebied, of kennis nodig heeft op het gebied van wet- en regelgeving, netwerken, dan kan een specialist bij ons op het gebied van autisme daarvoor worden ingeschakeld. Maar die specialisten doen nog veel meer. Ze coachen ook on the job, dus als er vragen zijn met betrekking tot casuïstiek, dan kunnen ze helpen. Maar we kunnen ook workshops verzorgen en we kunnen ook trainingen geven. Ja, dat was dus MEE, een organisatie die veel mensen detacheert in wijkteams. Is daarmee de kennis geborgd? Over autisme dus? Ja, over autisme. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk al heel erg helpend. Hè. Ik denk dat op zich, als die getallen inderdaad kloppen, hè, dat er zoveel van dat soort wijkteams nu een autisme-expert, zeg maar, of iemand die in ieder geval veel over autisme weet, bij hun team betrokken zijn. Ja, dan denk ik dat je in ieder geval een hele goede basis legt. Ja. Wil ik toch iets meer toe naar hoe zich dat verhoudt tot gespecialiseerde zorg? Ja. En behandeling en ondersteuning. Ja. Je hebt de eerste lijn, je hebt de tweede lijn. Jullie heten Top GGZ-instelling. Ja. Kan je eens uitleggen hoe jullie positie is in dat veld? Nou, onze positie is zo, hè, dat wij een psychiatrische instelling zijn. En dat we zeggen van, wij laten mensen toe als duidelijk dat er sprake is van autisme.
En als er bijkomende problematiek is, dat kunnen andere psychiatrische problemen zijn. Dat kan heftige gezinsproblematiek zijn, met bijvoorbeeld ook autisme bij een ouder of een ander kind. Dus het gaat echt om complexe problematiek. Het gaat echt om complexe problematiek, hè, waarin vaak ook al wel het een en ander gebeurd is. En nou, waarbij bijvoorbeeld ook regelmatig een crisis dreigt, om maar eens iets te noemen. En dat is wanneer wij in beeld komen. Ja, ja. En kijk, we zeiden net al van er is een soort glijdende schaal tussen wat is nou begeleiding en wanneer wordt het zorg. Hè? Nou, daarvoor moet het minder goed gaan of met iemand met autisme of behandeling. Ja, zorg, behandeling bedoel ik. Hè, dus daarmee moet het eigenlijk toenemend minder goed gaan met iemand met autisme. Dan moet je, denk ik, een alarmbel gaan van nou, moeten we hier niet de zorg bij halen. Maar wat ik natuurlijk heel erg hoop, is dat je op een gegeven moment de begeleiding zoals we die in de films hebben gezien, dat die snel toegang krijgt tot de behandeling. En dat wij, als we bezig zijn met behandeling en aan het eind gekomen zijn, dan snel kunnen overschakelen naar begeleiding in de wijkteams. Ja. Dus dat we op die manier op elkaar aansluiten. Ja, ja, ja. Ja. Wat betekent top GGZ precies? Is dat... De top GGZ, dat is zeg maar, het is een certificaat, hè, zoals dat heet. En het wil zeggen dat de zorg die je biedt, voldoet aan een aantal voorwaarden die maken dat het gezien wordt, ook door de mensen in de psychiatrie zelf, als hoogspecialistisch. Dus dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je verwijzers vooral mensen uit de tweede lijn zijn. Ja. Dat je complexe problematiek hebt. Dat je ook, ik denk dat het ook heel belangrijk, een kenniscentrum hebt. Ja, dus waar we ook een kenniscentrum. Ja, wij hebben ook een kenniscentrum. Wij doen veel onderzoek aan onze behandelingen en proberen daarmee kennis te genereren. Ja. We proberen artikelen te schrijven. We hebben een hoogleraar. Nou, al dat soort dingen horen bij TOF GGZ. En als ik kijk naar de verwijzing, hè, je zei het net al, we worden verwezen via de tweede lijn. Ja. Of eerste lijn heet dat nu. Ja. Kan het ook zo zijn dat iemand die thuis zit, zegt, of vanuit het wijkteam, zegt van, ik ga gelijk naar het Leeuwkanner? Nou, je kan altijd overleggen met het Leeuwkanner. Kijk, en we willen er wel steeds meer naartoe dat als je die complexiteit gelijk al herkent, ja, dan wil je natuurlijk ook liever niet dat iemand allerlei niet werkende behandelingen inzet bijvoorbeeld. En dat als je met elkaar tot overtuiging komt van nou, dit is zo complex, dat misschien kan je daar beter gelijk al hele specialistische zorg in inzetten. Ja, dan moeten we dat natuurlijk eigenlijk gewoon doen. Ja. 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 Dus het is ook een beetje zoeken nu naar het is altijd positie. Zoeken, maar we hebben aanmeldfunctionaris en je kan altijd overleggen, je kan altijd bellen. Ja. Ja. Maar doet het Leeuwkanner, want dat deed ze voorheen wel, doet het Leeuwkanner dan helemaal niets meer aan ondersteuning? Nou, kijk, deden jullie ook een arbeidstoeleiding bijvoorbeeld? Ja, hè? Kijk, ik zei net al, van, laten we zeggen, die grens daartussen is glijdend. Hè? En we doen ook zeker nog wel wat zaken in de arbeidsbegeleiding van hele complexe patiënten. Hè? Dus dat maakt die arbeidsbegeleiding ook weer anders dan, zeg ik het heel plat, maar zo bedoel ik het niet hoor. Want het gaat om heel belangrijk werk, maar als de gewone arbeidsbegeleiding. Dus ook die arbeidsbegeleiding heeft een specialistisch kantje. Kijk, en daarnaast zien wij dat onderscheid tussen begeleiding en behandeling, dat is maatschappelijk gezien belangrijk. He, bijvoorbeeld de zorgverzekeraars zeggen, wij zijn echt alleen maar van de behandeling, van de psychiatrische behandeling. Maar wij zien ook wel dat begeleiding en zorg eigenlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Want op het moment dat je iemand niet voldoende begeleiding geeft, dus stel dat je iemand behandeling geeft en het gaat weer goed met hem, en je kijkt met elkaar naar hoeveel begeleiding iemand nodig heeft, dan zien we vaak dat als je te weinig begeleiding geeft, iemand snel weer die behandeling nodig heeft. Ja. He, dus die twee zijn onlosmakelijk bij autisme met elkaar verbonden. Ja. 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 Oké, okay, nou, ik stel voor dat we ruimte gaan geven aan vragen van kijkers. En er zijn er een aantal binnengekomen, zie ik, in de chat. En we hadden er ook al een aantal binnen gekregen voorafgaand aan de uitzending via mail. Ja, beroep op ervaringsdeskundigen door wijkteams. Het is al een keer gezegd, het wordt nu steeds actueler, merk ik, ook in publicaties. Hè? Ja. Wordt steeds meer gezocht naar, wat is dat precies, ervaringsdeskundigheid? Nou ja, kijk, je moet uitkijken dat je daar niet in een spraakverwarring terechtkomt. Kijk, ervaringsdeskundige wil niet zeggen dat je er gewoon iemand anders met dezelfde diagnose bij haalt en die twee als het ware op elkaar plakt. Hè? Ervaringsdeskundigheid betekent dat je een beroep doet op mensen die hun problematiek, bijvoorbeeld in dit geval het autisme, eigenlijk al een bepaalde plek in hun leven hebben gegeven, waardoor ze
eigenlijk heel goed in staat zijn om A, te communiceren met iemand met autisme en B, iemand met autisme precies die zorg en ondersteuning aan te bieden die iemand nodig heeft. En daarbij is dan ook nog eens een keer belangrijk dat ze vaak door hun eigen ervaring in de zorg nou, ook aan iemand met autisme kunnen laten zien van kijk eens, zo kan het gaan. Hè? Zover zou je misschien kunnen komen als we aan je problemen gaan werken. Ja. Dus ervaringsdeskundigheid, daar is ook een opleiding voor. Dus ervaringsdeskundigheid betekent echt niet dat je, iemand... Dat je zomaar even iemand, dat je zomaar even iemand erbij kan zetten. Er is ook een vraag gesteld, dat is ook een interessante. Over, zegt iemand, ja, ik ben niet zo enthousiast over het wijkteam. Niet omdat ze niet genoeg kennis hebben, maar dan wordt mijn privacy aangetast. Ja. Ik ben zo bang dat straks iedereen in de dorp weet wat ik heb. Ja. Ja. Hoe is dat geregeld? Nou, eigenlijk is dat nog onvoldoende geregeld. Hè? Kijk, wij moeten nu als instelling ook iets meer met de gemeentes. En dan moeten we soms ook, als er iets gebeurt, de gemeente bellen. Maar ik weet niet wie de telefoon aan de andere kant opneemt. En wat de regels zijn over geheimhouding, hè, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de wet op de jeugdzorg, waarbij ook de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeentes is gegaan, heeft men eigenlijk ontdekt van ja, eigenlijk hebben we die privacy niet zo goed geregeld. Want die mensen die uit de psychiatrische zorg komen, ja, die hebben hun zwijgplicht en die kennen de regels wel. Hè, maar bij de gemeentes blijkt dat niet vanzelfsprekend te zijn. Dus er komt nog een stukje wetgeving aan om die geheimhouding in principe te regelen. En ik kan me voorstellen, totdat die wetgeving er is, ja, dat mensen soms wel de vraag hebben van waar komen mijn gegevens nou precies terecht? Ik stel voor dat wij... afsluiten. We zijn inmiddels 35 minuten onderweg. En ik zie dat er in ieder geval goed gereageerd is. Nou, er is nog een heleboel te zeggen over wijkteams. En dat zal ook nog wel zo zijn. Want het is natuurlijk ook allemaal nog in ontwikkeling. En de resultaten en de ervaringen van het afgelopen jaar zullen ook weer leiden tot verbeteringen of andere vormen van ondersteuning. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Matt, bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Voor de reacties. En graag tot een volgende keer.